Oké, de triangle vanuit de overhoekpositie. Wat gaan we doen? Ik maak een cross grip op zijn mouw. Mijn pols komt onder die van hem door en die gaat, mijn hand gaat over mijn rechterpols hier. Vanaf daar trek ik mijn knieën, breng de arm over mijn hoofd. En vanaf hier switch mijn hand onder mijn rechterarm door. Trek hem aan, overhoek. Ik ga hier de kraag in om de controle te houden. Pas als ik deze grip hier heb, laat ik de grip hier boven mijn hoofd los. Vanaf hier kan ik hem achter zijn hoofd pakken, pak ik een angle. Nu ga ik zoeken naar zijn pols. Deze. Zometeen moet mijn been hier tussendoor komen, dus ik moet zoveel mogelijk ruimte kunnen maken. Dus ik breng die pols naar buiten. Vanaf daar breng ik mijn heup nog verder naar buiten en kan mijn benen doorheen om hier naar de triangle te zoeken. Nou, deze transitie, het doorheen brengen van je been, is voor een hoop mensen vrij lastig. Vaak gaat het hier mis. Dat mensen plat op hun rug liggen en vanaf hier hun benen doorheen proberen te brengen. Nou lukt het echt niet. Hoe ver ik zijn arm ook naar achter breng, ik krijg nu net niet die... Mijn knie komt er doorheen, maar mijn voet komt net niet de hoek om. Dus als ik mijn heup helemaal naar buiten breng, zo ver mogelijk naar achter, dan heb ik al veel meer ruimte. Dan ga ik al veel minder moeite hebben. Daarbij strek ik mijn arm zoveel mogelijk uit. En nu heb ik hier de ruimte om mijn voeten tussendoor te brengen en de triangle te pakken. Lukt het nou niet, dan kun je ervoor kiezen om je voet op de heup te zetten en je knie te gebruiken om hier ruimte te maken tegen zijn arm. En vanaf daar maak je een klein stapje naar de biceps en gooi je vanaf daar je been eroverheen. Eenmaal hier is het belangrijk dat je de arm waarop je de overhoek hebt, dat je die naar de overkant brengt, hierheen. Dat doe ik door mijn heup omhoog te brengen, vervolgens weer te laten zakken. En nu is die arm aan de goede kant. Vanaf hier pak ik mijn rechterhand. Met mijn rechterhand pak ik zijn achterhoofd. De linkerhand gaat naar mijn scheenbeen. Voet op de heup. En nu maak ik een hoek. Zodat ik mijn been recht over zijn nek kan leggen. En zodat mijn knieholte goed op zijn slagader komt te zitten hier. Vanaf daar trek ik het hoofd aan. Knieën naar elkaar toe. Heup omhoog. En daar is de choke. Cross grip, onderdoor, over mijn eigen pols, benen intrekken, arm losmaken, overhoek, grip pakken. Zodra ik de grip heb, ga mijn pols los, angle zoeken, been eruit, overheen en kruisen. Je hoeft hier nog niet meteen een triangle te zetten, dat kan soms, hangt van je tegenstander af. Maar hier lukt het dus niet meteen, maakt niet uit. Los, heup omhoog. Arm voorlangs, achterhoofd pakken, scheenbeen pakken, voet op de heup, afzetten om een engel te maken, sluiten. En bij dat sluiten is het belangrijk dat je je voet of je tenen richting het plafond wijst hier. Knieën naar elkaar toe, hoofd naar je toe trekken, heup omhoog, daar is de choke.